Hey, vandaag hebben we even een wat serieuzer gesprek. Yo en welkom bij weer een nieuwe vlogboek. Vandaag ga ik even real met jullie zijn. Ik ben inmiddels 3 weken bezig met het maken van een video elke dag. En er zijn me wat dingen opgevallen. Per vlogboek gaan er in plaats van mensen bij, mensen af. En ik bedoel, het gaat echt niet alleen om de views en om de likes. En dat begrijp ik zelf ook wel. Maar om de motivatie bij mezelf te halen om toch die vlogboek te maken, elke dag, wordt ook steeds minder. Begrijp het niet verkeerd. Ik vind het nog steeds super leuk om deze video's te maken. En ik ben echt niet van plan om ermee te stoppen. Don't worry. Alleen denk ik wel dat ik het anders ga doen dan dat ik nu doe. Elke dag een video maken heeft bij mij enorm veel motivatie gegeven. Naast motivatie ook heel veel meer creativiteit. En ik ben elke dag vanaf dat ik ben begonnen super creatief bezig geweest om jullie weer een hele leuke nieuwe video te geven. Ik weet het, mensen doen het 1500 dagen en zijn nog steeds bezig. En ik hou het 17 dagen vol en zit nu al zo van, what the fuck? Dit zijn de redenen. Naast dat ik dit vlogboek doe, ben ik natuurlijk ook gewoon aan het werk. En na werken ben je best wel moe. En om dan ook nog een vlogboek in elkaar te flansen, soms is dat best wel lastig. En daarom heb ik mezelf ook gepusht, juist om dat te doen. Om toch die video te geven en jullie toch weer te kunnen laten lachen. En dat vind ik nog steeds super gaaf. Maar 7 dagen in de week, dat is te veel. Als ik ook kijk naar de views, zoals ik al zei, het wordt minder en minder. En ik denk dat dat komt omdat ik vanuit niks zoveel ben gaan uploaden. Dus ik wil eigenlijk het aantal wat minder maken, maar de kwaliteit wat beter maken. Want kwaliteit boven kwantiteit. Ik wil nog steeds elke dag die video geven. Echt waar. Maar ik denk dat de beste keuze voor mij en ook voor jullie is dat ik wat minder video's ga maken. Ik zat zelf te denken aan 3 video's. Sowieso nog vlogboek, maar er een soort van serie van maken. In mijn vlogboek ga ik dan dingen over mijn eigen leven vertellen. Zoals wat ik nu heb gedaan. Maar dan ga ik er wat dieper op in en dan ga ik ook wat meer vertellen. Ook als een soort van vlog. Nu is het van alles en nog wat door elkaar heen elke dag. En dat heeft gewoon geen ritme. Ik wil natuurlijk ook challenges gaan doen. En zoals met Dion weer naar de Mac. Dion, we moeten naar de Mac. Maar ik bedoel gewoon wat meer van dat soort video's. Wat meer creativiteit stoppen in een video die ik maak. Want ik zal jullie even mijn dagen uitleggen. Om 6 uur word ik wakker. Dan ga ik naar mijn werk om 7 uur. Dan ben ik daar om 8 uur. Werk ik tot 5 uur. Ben ik meestal 6 uur half 7 thuis. Ga ik heel even chillen. Ga ik avond eten. Maak ik het schoon. En dan is het al 8 uur ongeveer. Dan begin ik met filmen. Half uur dat duurt het voordat deze beelden op de computer staan. Dan editen. En dan is het 9:30, 10 uur meestal. En dan heb ik vrije tijd. Vind ik het erg dat ik zo weinig vrije tijd heb? Heel eerlijk gezegd heeft het me niet heel erg veel uitgemaakt. Omdat ik dit als vrije tijd zag. En volgens mij is dat ook wel een van de betere dingen die ik had aan mijn vlogboek. En vind ik het nog steeds knap dat ik het al zo lang volhou. Maar ik wil eigenlijk weten wat jullie van dit idee vinden. Ik bedoel, ik snap dat jullie elke dag van mij een video willen. Maar als ik kijk naar de views en zie hoe het aan het dalen is. Hetzelfde met de likes. Degene die het elke dag liked, echt shout-out naar jullie. Ik ben super blij dat jullie er in ieder geval zijn. En blijf ook alsjeblieft, want volgens mij is dit een goede keuze en wordt dit alleen maar beter. Ik wil dit zeker wel blijven doen. Wie weet, als ik wat langer bezig ben hiermee en wat meer ervaring heb opgedaan in gewoon het YouTube zelf, dat ik toch wel weer het dagelijks video's maken oppak. Maar voor nu denk ik dat het even lastig wordt. Ik wil een vast schema. En wat dat schema gaat worden, dat wil ik ook aan jullie vragen. Voor mij, ik zat zelf een beetje te denken aan maandag een video, woensdag een video en zaterdag een video. Zo heb ik tijd zat om vette video's te maken. Een vaste tijd dat ik mijn video's online zet. En voor jullie gewoon een vaste dag en een vaste tijd. Zodat je weet wanneer je naar mijn kanaal moet komen natuurlijk. Dus ja, wat vinden jullie van dit idee? En ik hoop niet dat jullie het kut vinden. Want ik denk echt oprecht dat dit de goede keuze is. Oké, ik hoor het heel graag. Zet nogmaals alles wat je wil zeggen in deze reacties. Het is voor mij heel belangrijk om te weten wat jullie ervan vinden. Vergeet ook geen blauwe duim omhoog te doen, want dan weet ik of je ermee eens bent. En abonneer op dit kanaal, want geloof me, er komen vette dingen aan. Dus ja, morgen ben ik er ook nog en zondag de Truth or Dare. Ik heb niet heel veel Truth or Dares, dus dat wordt een korte video wat alleen maar chill is voor mij. En dan is er nog maar 1 ding te zeggen en dat is later. Gisteren was ik het vergeten te zeggen, nu vergeet ik niet. Dus I told you, man.